En het is een hart, twee dames die zijn gek. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Het is vandaag, wat voor dag is vandaag? Donderdag. Ja, ook dat nog. We leven op de 22e juli en het is precies op mijn horloge 11 uur. Ik weet het niet zeker, maar dat doet er ook niet toe. Maar ik ben niet alleen. Nee, ik heb visite. Nou ja, visite, het is eigenlijk ook inboedel, kun je het ook noemen, maar ze is de hele tijd niet geweest. Mijn liefstallige surrogaatzusje Wilma. Dus ja, we draaien jullie even op. Hey schat. Godje, wat heb je een grote doos voor je? Ja, deze voor jou, die moet jij uitpakken. Oh, die moet ik uitpakken? Ja. Nou, dat gaan we dan doen. Zet me op tafel als je wilt, dan kan jij mijn telefoon overnemen. Hoa! Ik ruimte maken. Dank je. Nou, dan mag jij mijn telefoon overnemen. Ik houd voor je vingers voor de camera. Mm-hmm. Ja, er zit een ring achter. Ja, weet ik. Daarvoor pak ik hem ook. Nou, we hebben hier schuimspul. Ja, die moet je eventjes ook bewaren, want dat wil ik ook weer gewoon mee ja, terug. Dat begrijp ik. Maar waar moet ik... Op de stoel. Op de stoel wordt er gezegd. Ja, joh. Oh, ik zie een mooi bloemetje. Voorzichtig. Ja. Doe nou. Uit, wat ik soms er zo weer insteken. Er zit een handvat aan. Waar is het? Hier zo. Hier. Ergens, ja. Ja, aan de bovenkant zat hij in. Wat is die mooi? Wauw! Dank je, schat. Oh, wat is die schitterend. Ja, en dan moet je dit zo, zoals beloofd zou je een nieuwe krijgen. Ja. Het zijn alleen omdat ik niet dezelfde bloemen kon vinden, zijn het dus andere bloemen geworden. Ik zal die er weer beetjes bij steken waar die erin hoort. Want dit is wel op het juiste oase. Wel op de, op de droogbloemen oase. Nou, goed opzuigen. Tim zegt, ze moet toch zuigen. Moet jij er zelf nou niet in gaan zitten, want anders heet dat eigenlijk nee. Ook. Even kijken. Nou moet ik hem weer overnemen. Mm-hmm. Dat was mijn hand, sorry lieve vrienden, maar ik kan er niks aan doen. Dan draaien we. Hij is mooi. Echt super gaaf. Maar ja, ik ben er blij mee, lieve schat. Alsjeblieft. Het is corona, maar lekker boeit toch lekker niet. Nee, nee. En ook al mag het niet verrutten en de andere meelui, boeit me niet. We doen het gewoon. Toch? Zo. Hé, waar zijn jullie? Daar. Nee, maar wat is die prachtig, schat. Echt. Nou, je hebt jezelf overtroffen. Hij is alleen heel anders als die andere. Ja. Maar die ligt boven. Je hebt niet meer dezelfde bloem, maar dus dat kan het niet anders. Nee. Maar oké, lieve vrienden, we gaan maar weer verder en jullie zien het, ik heb visite en ik ben er blij mee, ja, helemaal.
En de huishoudelijke zorg is ook nog bezig. Ook dat nog. De meisjes zijn al uit geweest. Ja. Een rare begin van de ochtend had ik. Ja, echt wel. Maar oké, doet er niet toe. We gaan lekker verder hier koffie doen, thee doen. Want Wilma lust geen koffie, maar ik wel. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Doe jullie dingen. En geniet van alles wat jullie doen. Maar geniet ook met mij en de hondjes en Wilma met wat wij doen. Ja, lieve vrienden, die twee dames die zijn gek. Ja, die zijn hartstikke gek. Het is alweer 6 uur, zie ik tot mijn schrik. Maar oké. Ja. Wilma die is dus geweest, zoals jullie allicht weten. En ik heb daar een heel mooi boeket van gekregen. Een hart, heel mooi. En ik denk, ja, daar wil ik wat mee, weet je. Want ik ben net klaar. Ja. Ik heb de kast die ik van mijn moeder heb geërfd. De dressoir, ja, ik weet niet hoe je zo'n kast noemt, maar in ieder geval, nee, geen dressoir, een vitrinekast. Heb ik er twee planken van leeg gehad. De onderste moet nog, dus op de onderste niet letten. Oh, ik draai jullie even op een andere manier om, zie ik het zelf ook. Nou, daar staat het hart, zoals jullie zien. Die Eiffeltoren heeft mijn mannetje ooit gemaakt. Dat kameesofiche, dat heb ik ooit ook gekregen. Ik weet niet of het van mijn moeder is geweest, dat weet ik echt niet meer. Maar ik zal de kast even open doen. Daar staat een kindersofiche wat van mijn moeder is geweest. Dat hart heb ik ooit van een Karin gekregen, zoals jullie zien. Dat hart. Ja, ik weet niet of jullie dat kunnen lezen. Nee, kunnen we het zo lezen. Dat heeft mijn mannetje ooit van Karin gehad. Ja. Dus, ja, die heb ik ook weer netjes neergezet. Die zat nog altijd in de originele verpakking. Ik heb hem eruit gehaald. Nou ja, dat moet ik dus nog. Ja, dat is nog 1 zwijnenstal, maar dat komt nog wel. Als mijn rug weer zegt van het mag. Maar mijn rug die zei nou stoppen. Ja, nou en die poppa, die twee met kleertjes aan, die zijn van mijn moeder geweest. Dat speldje wat die middelste pop in de jurk heb, dat is nog van mij. Van wie ik die 11 heb, weet ik niet meer. Maar die eenhoorn is van mijn schoonmoedertje geweest. Met dat koetsje ook is van mijn schoonmoedertje geweest. Dus ja, en voor de rest zitten er allemaal dingetjes bij. Dat tasje heeft mijn moeder nog ooit gemaakt met bloed, zweet en tranen. Maar ja, ik ben blij dat ik dat hart daar kon neerzetten. Hé, takkie eruit, potverdikkie. Oei, 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 oei. Kan ik dat? Nou ja, dat moet ik met 2 handen doen. Maar dat komt goed. Maar niet nu. Morgen weer een dag. Ga ik nou niet doen. Nee, maar hij zit er wel in. En ik heb hem schuin. Ja, dat gedaan heb. Ja, voor jullie een raadsel. En voor mij een weet. Ja, echt waar. Nou, tafeltje is natuurlijk ook weer netjes. Ja. En ik vond een glas, die krijgt Marianne. En ik vond een poesebeestje nog maar met 1 pootje. De andere poot was er afgebroken. En ik weet al gelijk hoe dat is gekomen. Want ooit heeft Gandalf in de kast gezeten. En daar zag ik van. Want ik had de deur open omdat ik erin moest wezen. Ja, en toen zat meneer Gandalf erin. Ja, en die schrok weer van mijn beweging. En die sprong eruit. En toen hoorden we wat sneuvelen. Maar we konden niet vinden wat. Nou haal ik het eruit. Want ja, die kast wordt 1 keer in de zoveel tijd schoongemaakt van binnen. Ik blijf dat natuurlijk niet doen, hè. Dat is 1 keer in de zoveel tijd. Het gaat niet 1 keer in de week of 1 keer in de maand of wat dan ook. Nee, als ik denk, het moet weer gedaan worden, wordt het gedaan. Dus ja, nou moet dat weer gemaakt zien te worden. En ik ben al een held met secondenlijm, maar niet heus. Want ik zit er zelf meer onder dan hetgene wat er gelijmd moet worden. Ja, dus dat laat ik wel eventjes doen. Ja, echt waar.
Nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Ja, geniet daarvan. Er zijn die twee belhamels voor mij. Daar zie ik ze staan. Twee pootjes van Rijka en drie pootjes van Elwing. Oh nee, ook twee. Of is dat ook... Nee, ja wel drie. Ja, en een staartje. Hé? Oei, 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 oei. Wat doen we allemaal? Oei, oei, oei. Lekker even stoeien, meisjes. Ja, hè. Lekker even bezig. Is lekker, hè. Spelen. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Like the kids at the end of a broken heart.